Er komt nu ook Roxanne Hazes naar buiten over burn-out klachten. En zo vertelt ze in de podcast van Joes en J. Ja, dat hebben heel weinig mensen echt doorgehad. Maar zij is natuurlijk heel erg betrokken altijd met haar muziek. Wat misschien niet iedereen weet, is dat zij niet alleen best onzeker is of ze het heel erg goed doet, maar ook gewoon ontzettend perfectionistisch. Nou ja, voor mensen die dat zijn, ik zelf ben het ook wel een beetje, het is eigenlijk nooit goed genoeg. Je wil altijd voor die hoogste lat gaan. Het was zelfs zo erg dat ze soms gewoon wel 5 keer terug de studio in ging om weer iets op te nemen, omdat ze het gewoon niet goed genoeg vond. Nou, dat heeft best wel veroorzaakt dat ze daar een soort van burn-out van heeft gekregen. Dat zat ze heel erg tegenaan. En dat heeft ze nu ook verteld. Dus vandaar dat we eigenlijk al 5 jaar lang geen nieuw album hebben gezien. Nou, het goede nieuws is dat dat overwonnen is en dat dat album er dus inderdaad binnenkort aankomt. Ik miste een beetje de liefde voor mijn eigen muziek. Ik ga niet meer hard op mijn eigen muziek. En toen kwam ik erachter dat ik gewoon tegen een heftige burn-out aan zat. En gewoon eigenlijk niks aan mijn handen kwam. En eigenlijk maar een soort van heb gevlierenfluit. En maar een soort van de verwachtingen van een ander heb ingevuld, maar mezelf daarin totaal tekort heb gedaan. Dus ik heb alles toen met hun besproken. En ik zei, jongens, ik ga het wegleggen. Ik delete het, letterlijk. En we gaan opnieuw beginnen. En dat was zo'n verhelderend gesprek met hun. En zij zeiden ook, neem je tijd. Ga er echt voor zitten. En denk na over waar jij het over wil hebben. Wat wil jij nou zeggen? En inmiddels zijn we 5 jaar verder en ligt er bijna een album klaar met de liedjes waarvan ik denk, dit is echt heel vet. Eindelijk weer dat gevoel, snap je? Ik zie een mooie lach bij Natasja. Ja, ik heb natuurlijk met in Ladies Night gezeten samen met haar. Ik vind haar zo'n lieve vrouw. Ja. Echt, ja. En dat zeg ik niet omdat ik dat maar wil zeggen over iemand. Nee, dat is ze echt. Ja. Dus ik gun haar echt een album waar ze met de hele hart in zit. Dat begrijp ik ook heel goed maar. Nou, leuk dat ze daar dan binnenkort mee komt.